Suriname moet komen tot een nationale verzoening als we vooruit willen komen. Woorden van Humphrey Gerou, voorzitter van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Afgelopen zaterdag was het de derde keer dat het comité en de commissie Slachtoffers en Nabestaanden Politiek Geweld een verzoeningsactiviteit hebben georganiseerd. Het was echter de zesde keer dat de verzoeningsloop is gehouden, zegt Gerou. Hij ging in op het ontstaan van het pad van verzoening. We hebben in 2016 de heer Stanley Henkeman van Zuid-Afrika hier gehad. Hij is voorzitter van de grootste verzoeningsorganisatie in Zuid-Afrika. En we hebben hem naar een paar plaatsen gebracht. En op een gegeven moment waren wij boven op het Fossilandia, waar Bastion Vere is. En hij sprak over de strijd in Zuid-Afrika tussen de witte Afrikanen en de zwarte Afrikanen. En die strijd was gewonnen door de witte mensen natuurlijk, vanwege het feit dat ze heel veel wapens hadden. Maar er is toen een monument voor hen gemaakt om hun overwinning te gedenken. En die zwarte mensen die hebben aan de overkant van de rivier een ander monument opgericht om hun geliefden te gedenken. En er kwam een president die dan een brug heeft gemaakt naar de beide monumenten waar de stad was, aan weerskanten van de rivier. En die brug werd dus toen genoemd Brug van Verzoening. En toen hij dat zei, zei een van onze comitéleden, Eddie Wewe. En waarom zei hij dit? Omdat wij van daaruit dit monument konden zien. Zei hij, maar waarom maken wij hier niet een pad van verzoening? Gerou gaf verder aan dat het pad van verzoening is ontstaan om het leed van de mensen te verzachten die niets met de Binnenlandse Oorlog en 8 december te maken hebben gehad. Volgens de voorzitter hebben mensen elkaar kwalijk genomen en elkaar van alles en nog wat beschuldigd. Dit was de reden waarom het comité zei dat we ons moeten verzoenen. U hoort ook de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, die aangaf dat rechtgeaarde Surinamers het pad van verzoening en vrede moeten blijven bewandelen. We moeten met elkaar in dit land samen kunnen lopen op één pad. We moeten elkaar tegemoet kunnen lopen. We moeten met elkaar samen dingen kunnen doen in dit land. Anders komt dit land niet vooruit. Die verzoening is noodzakelijk. En dat pad dat wij hebben opgestart, hier zien we hem fysiek. Maar u moet verder denken dan het lopen hier alleen. Het is een pad naar de verzoening. En ik heb zelfs gezegd, de laatste tijd heb ik gezegd, ik hoef misschien niet te zijn hier de dag waarop die nationale verzoening er is. Het kan na 10 jaar, maar het kan ook na 20 jaar, het kan ook zijn als ik er niet meer ben hier. Belangrijk is dat Suriname eens die nationale verzoening moet hebben. Maar wanneer wij een nobel streven hebben, moeten we beseffen dat het altijd een moment zal zijn waarbij we te midden van alle tegenstand en weerstand voort moeten gaan. Moeten volharden waarin wij geloven en letterlijk en figuurlijk het pad moeten uitzetten van waar we nu zijn naar waar we met z'n allen willen komen. En dat vind ik terug in het steeds terugkerend initiatief dat u en uw organisatie nemen. Dat was de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, afgelopen zaterdag bij de verzoeningsactiviteit die gehouden is bij het monument van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant. Deze activiteit heeft als doel een nationale verzoening tot stand te brengen, waarbij ook de nabestaanden van de 8 december slachtoffers zich zullen aansluiten.